Ik heb de paraplu afdrukstiften of de locator abutments geplaatst en maak bij de afdruk gebruik van een gesloten lepel. De mucosa druk ik bij voorkeur af met een light body in de bovenkaak en een medium body in de onderkaak. Expando gaat weg, mond blijft open. Die druk ik nu aan en nu ga ik dezelfde bewegingen maken als bij de bewegingen die ik maak als ik de outline maak van de prothese. En doe je tong maar zo hoog mogelijk. En pers hem maar in de ene wang en in de andere wang. Ja, een beetje proberen en probeer hem maar weer uit te steken. Probeer ontspannen, ontspannen. Je lip mag omhoog blijven. Je lip mag omhoog blijven. Dan kan ik hem nog even. En dan mag je de bovenlip nog even aanraken met je tong. Doe hem maar omhoog. Oké, ja, is goed, is goed. En nu wachten we tot hij hard is. Dan hebben we een afdruk van de boven. Dus je ziet mij manipuleren met mijn vingers. Ik hou mijn vingers op de afdruk. Ik beweeg hem omhoog. Ik beweeg hem omhoog. Beweeg hem omhoog aan de achterkant. Dus alle kanten is nu ingekort. En ik hou mijn vingers op de afdruk. Want die mag je dus niet loslaten. Die mag je nooit loslaten. En dan kan de binnenzijde met de tong gedaan worden. Tong in de ene wang, andere wang en uitsteken. En bij iemand met een korte lipband, tongband, dat is in dit geval zo. Zoveel mogelijk die tong omhoog persen. En dan is de randlengte kort genoeg. Nou, hij is nu initieel hard, dus ik laat hem nu los. We wachten nog even tot hij helemaal uitgehard is. Je mag je mond zoveel mogelijk dicht doen, ja. Ontspannen maar. Heel goed. Dit zijn de meest ideale uitneemtangen voor de afdrukken. Ik pak hem aan de bovenkant beet. Oké. En daar is de afdruk. En we zien dan hier een prachtige afdruk met de drie kapjes erin. En de outlines van de prothese. Ik haal de overmaat weg. Dat kan je ook met een mesje doen. Ik doe het het liefst met een schaartje, want dan met een mesje kan je het wel eens een beetje wegslepen. En dat wil je dan niet. En de binnenkant kan ook nog. Kijk, en dan zie je dat er een risico is van breken. Maar ik haal de binnenkant ook weg. Dus alles wat te veel is, haal ik weg. Het trigonum mag niet langer worden, dus die kort ik in. En ik knip dit bij. Nu heb ik eigenlijk alle slierten eraf geknipt. Ik heb hem wat ingekort. En aan de voorzijde ingekort. Dat betekent dat ik hier nu een mooie afdruk heb. En dat die afdruk moet worden uitgegoten.